Ergens in Angola staat een tent waar hun vader, moeder en hun kinderen wonen. Nou, ik vond het wel normaal vandaag, maar al die mensen van Yesumba die lopen hier gewoon rond. Ja, met geweren en zo. Ik vind het heel eng. Mama, ik voel me echt niet meer veilig hier. Maar het is niet anders. Oké, lieve kinderen, wij gaan even boodschappen doen. En als we weg zijn, doen jullie voor niemand open. Oké. Oké, tot zo, Leiden. Doei, mam. Doei, mam. Het is al laat en de ouders zijn nog steeds niet terug. De kinderen worden een beetje ongerust. Jullie vader is meegenomen door de Zumba. Ik kon nog net... Hoe kan dat? En de moeder. De kinderen hebben het er erg moeilijk mee. Ze vertellen op school wat er is gebeurd. En zo werd onze vader dus meegenomen door het leger. En we hebben hem echt al bijna een week niet meer gezien. In artikel 10 van het kinderrechtenverdrag staat dat jullie recht hebben om jullie vader te zien. En in het mensenrechtenverdrag staat dat je niet zomaar mag opgepakt worden. We laten de verdragen zien, ze weten vast niet dat ze bestaan. En als we dat laten zien, komt het allemaal goed. Als ze het weten, dan laten ze jullie vader vast wel vrij. De kinderen lopen naar het kamp van Yesumba. Jongens, denken jullie wel dat zo makkelijk zou gaan? Ja, als we de kinderrechtenverdrag zien, denken jullie echt dat ze dan jullie vader vrijgelaten? Ja, want we hebben het wel steeds over diezelfde gekke rebellenleider Yesumba. Die mensen opsluit zonder een of andere reden. We gooien gewoon die verdrag in hun gezicht en dan zien we wel hoe het verder loopt. Wat vertellen en wat leren. Wat dan? We gaan jullie iets interessants vertellen, maar daarvoor moeten we eerst naar jullie eindbaatje Zumba. Ja, oké. De Zumba, we hebben bezoek. Ah, het zijn mijn kinderen, ze kunnen hier Zumba toch niks maken. Het groepje kinderen wordt door gewapende mannen naar Yesumba geleid. Yesumba bezoek. It's the one and only Digo Double G. You know what happened with the D.R.E. Ja, sluit die andere, sluit die met 12 weer op. Dat is wel goed. Wat is dit? Jullie doen iets wat niet mag. Jullie schenden de kinderrechten en de mensenrechten. Hè? Jullie hoeven ons niet te bedanken, we wouden jullie alleen maar wat leren. Als jullie hun vader en de anderen niet vrijlaten, dan kan het heel vervelend voor jullie worden. Wat vervelend. Oh, wat fijn dat jullie het komen zeggen. Mag ik het mensenrechtenverdrag nog zien? Bedankt jullie wel voor dit wat ik ben. Ik ben Yesumba en ik sluit jullie allemaal op! Yes, het staat er. Wegwezen. Bedankt jullie op je knieën en handen achter je hoofd! Jullie wouden toch zo graag jullie vader zien? Neem ze maar mee, sluit ze op in dezelfde kelder als hun vader. Heb opstaan! Okay. Malen is de enige die is ontsnapt. Ze heeft alles gefilmd en gaat voor hulp naar de Verenigde Naties. In Tanzania en Kenia gaat het wel weer op. Angola en Namibië moeten de kinderrechten dus maar weer beter worden. Ik zoek het wel even op, kinderrechten in Angola. Jongens, jullie zijn echt de enige die mij nog kunnen helpen. Wat is ik dan, meisje? Zumba heeft al mijn vriendinnen meegenomen. Kijk, ik weet gewoon echt niet meer wat ik moet doen. Kunnen jullie me alsjeblieft helpen? Ja, tuurlijk. Zoek het maar even op. Ik zoek het wel op in het mensenrechtenverdrag. En ik zoek het wel op in het kinderrechtenverdrag. Ik bel het leger alvast
voor een inval bij Yasumba. Oké, we horen het wel voor jullie. Hier, het recht dat ze niet zomaar iemand mogen arresteren. En ik heb het kinderrecht, dat kinderen recht hebben om hun vader te zien. Geef maar je camera. Die Yasumba kan wel inpakken. We rennen die vriendinnen al meteen. Ja, zeker weten. De soldaten van de VN ontsingelen het kamp van Yasumba. Alle gevangenen worden vrijgelaten, alleen Yasumba ontsnapt. Hopelijk heeft Yasumba wel naar de kinderen geluisterd. En respecteert hij de volgende keer wel de kinderrechten. Want hij kent jullie. It's the one and only Deco Double G. Snoop Dogg.